Hallo reviewvrienden, hoe is daar? Hier weer helemaal super hoor. Man, wat een fijne tijd zo. Ik word er helemaal gek van. Maar goed, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Eens even kijken. Nou, je blijft benieuwd hè? Ja. Verrassend lekkere salades van Joma. Oh, ik zie nu wat het idee is. Kipkebab. Waarom is dat nou weer nodig? Maar goed. Surinaams ei. En Kipse thee. Hè? Indonesisch. Chinees. Surinaams. Turks. Lekkere internationale salades van Joma. Weet jullie trouwens hoe ze aan de naam Joma zijn gekomen? Dat is echt een leuk verhaal hoor. Want de mensen die dit ooit zijn begonnen in hun garage, dan maakten ze salades voor verjaardagen voor andere mensen. Ja, leuk toch om te weten. Die heten John en Marijke. Joma. Echt waar. Hoe triest is dat? Ik vind het toch zo langzamerhand wel een beetje jammer dat ik dit soort dingen zit te reviewen. Terwijl Joma daar geen cent voor betaalt. Maar ja, het is niet anders hè. Het is wat Ahmed wil. Nou, laten we gewoon gaan proeven. Heb ik natuurlijk even een paar broodjes nodig op een plankie. Goed. Nou, ik denk dat ik maar begin met degene die ik het vieste vind. En dat is natuurlijk kipkebab. Want ik hou best van een kebappie. Dat is het probleem niet. Hey, het is allemaal geen enkel probleem. Alleen, er is geen enkele reden om daar een salaatje van te maken die je... ja, dus de middag ontbijt opeet. Nou, hartstikke lekker. Dit ruikt gewoon naar pure knoflooksaus bij de shawarmaboer. Ik weet niet wat hier allemaal in zit. Ja, kip. Maar er zit nog wel meer in. En dat zie ik dan weer niet bij de kebabboer. Even kijken hoor. Witte kool. Oké, komkommer ook. Maar ze hebben er wel heel veel in gegooid, zeg. Kanonen. Joma salade, kipkebab, deel 1. Kijk, daar was ik wel een beetje bang voor. Hier valt natuurlijk niks over te zeuren. Er zit heel veel kip in. Lekkere dikke kolder mayo met knoflook. Een stukje komkommer. Een beetje witte kool voor de bite. Het is gewoon lekker. Het is ook niet heel zwaar gekruid. Het is ook niet dat je denkt, zo de mieters, hé, dat is even een stukje kebab. Eigenlijk zie ik niet helemaal in waarom dit kebab moet heten. Degene waarvan ik dacht dat het minst lekker was, is al lekker. Surinaams ei. Nou, als ik ergens gek op ben... is het Surinaams eten. Dat eet ik dus heel vaak. En dan heb je dus ook een curry-ei. Zo heet dat daar. Heet gewoon een curry-ei. Dus ik neem aan dat zij een Surinaams ei, een curry-ei. Ja, die ruikt ook een beetje naar curry. En een ei, curry-ei. Schoonmessie. Hoppatee. Ja, ik zie eieren zitten. En voor de rest, ja, is het gewoon weer de gebruikelijke bak mayo, neem ik aan. Gaat-ie. Wat ik hier op de zeur heb, is een persoonlijk ding. Ik hou niet echt van koud ei. Ik vind dat ei warm moet zijn. Ik vraag me wel af wat hier dan Surinaams aan is. Het is meer een licht pittige... eiersalade. Gewoon prima te doen hoor. Ja, ik wil ook met de kinderen binnenkort naar Suriname op vakantie. Als dat kan, dus überhaupt nog het huis komen ooit. Want ik ben er gek op. Maar deze Surinaams eisalade is net als die rare kip kebabsalade. Ja, ook gewoon lekker. Nou, dan hoop ik dat die kip saté niet te vreten is. Maar ja, wat kun je verpesten aan kip en saté? Ook niks. Het ziet eruit als kip saté. Het ruikt als kip saté. We mogen toch hopen dat het niet smaakt als kipsaté. Dan hebben we er tenminste nog wat te zeuren. Want dit wordt allemaal wel een beetje erg positief. Zo herkent niemand me meer. Ik kan toch ook niet zeggen dat er geen kip in zit. Het is helemaal vol met kip. Ik hoop dat er wel iets te zaken valt hoor. Nou. Kijk, het enige waar je over kan zeuren is dat de kip natuurlijk niet echt krokant is. Ja. Dat is ook niet zo gek als die al 2,5 week in een bak met saus ligt. Maar de saus is prima. En het leuke is dus, wat ik leuk vind, is dat deze kipse theesalade een klein beetje pittig is. Dus ook hier zijn de Indonesische invloeden die we in het land hebben doorgedrongen. Dus niet zo'n ongelooflijk zoete kledderpindasaus, maar een beetje een pittige pindasaus. Met een klein pittig dingetje erin. Ook wel lekker. In die reclames zingen ze altijd verrassend lekkere salades van Joma. Ja, dat is eigenlijk een van de eerste keren dat mensen in de reclame gewoon zeggen wat dat is. Het is namelijk echt verrassend lekker. En van Joma. Die is lekker, die is lekker, die is lekker. Dan toch maar even de cijfertjes. Positieve, maar ja, ook dat is Jan. Niet vaak. De kipkebab vond ik toch wel het minste. Maar die was gewoon lekker, die krijgt een 7. De kipse thee is gewoon goed. Het is gewoon een pittige satésaus. Moddervet natuurlijk, omdat er pinda's in zitten. En dan kun je er zo niets aan doen. Je krijgt gewoon een 8. En met stip op 1. Een stipje uit een poepetje dan een kipje. Een Surinaams ei. Salade. Sorry. Deze is gewoon helemaal te gek. Deze ga ik vaker kopen. Surinaams eiersalade krijg gewoon een 9. Een 7, 8 en een 9. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, verrassend lekker man. Die salades van Joma. Bel me even.